de bewoners van land van Cheyenne, te Casaba Olo, kunnen niet meer van alle geluid welke in het weekend komt vanuit de kerk al daar. Er wordt heel luid gezongen, heel luid muziek, gebeden en ook nog andere taferelen die daar plaats hebben. We hebben gesproken met twee bewoners van land van Cheyenne, maar off-camera hebben er ook nog met anderen gesproken die aangeven dat het in het weekend heel hard daaraan toe gaat in de kerk, heel veel geluidsoverlast. En de politie die komt er, men houdt dan plotseling rekening en zodra de politie weg is, wordt er weer heel luid muziek gemaakt, wordt er weer heel luid gebeden. De bewoners die zijn moe, want er zijn brieven gestuurd naar verschillende instanties. Vandaar dat ze nu op deze wijze hun beklag doen en hulp zoeken. Ik ben Annemarie Vermeer, ik ben de dochter van Johanna Vermeer Rozenberg. Ja. Bij u beginnende, want u bent degene die in feite gebeld hebt. Ja. Wat is het probleem hier? Die basboxen van ze. Je wordt er gek van. Ik heb al meer dan eens de politie gebeld. Ik ben bij de wijkopzichter geweest. Ik ben bij de PG geweest. Een paar weken geleden zegt de politie, ik moet een doktersverklaring hebben. Er is geen arts die me een doktersverklaring hiervoor geeft. Maar een doktersverklaring waarvoor? Dat begreep ik even niet. Van mijn hoofd. Ik ben naar mijn hoofd geopereerd. Ik heb een hersentumor. Daar is die deuk nog. Mijn schedel is doorgezaagd geweest. Ik word hier stapelgek van. Tegen haar en ik zit er precies op. Kunt u de gemeenschap vertellen wat er precies hier gebeurt? Ja, wat moet ik vertellen? We hebben geklaagd. Kijk, dat dak. Hij had het tot op mijn erf getrokken. Ik heb hem gegrepen, hij heeft me uitgescholden. Ja, hij heeft de weg naar de Heere gevonden en nu dwarsbomen we op alle mogelijke manieren en weet ik veel. Iemand is zo opgericht. Er wordt er hier. Wat hij gezegd heeft aan die vrouw aan de overkant. De DC vreet uit zijn hand, dus niemand gaat hem wat kunnen doen. Dat is wat hij gezegd heeft. Dat heeft hij letterlijk gezegd, ja. Maar kunt u even vertellen wat er hier precies wordt gehouden? Er worden diensten gehouden. Diensten gehouden en ze drijven boze geesten uit. Wat ze met boze geesten mogen bedoelen, ik weet het niet. En ik hoorde ze verleden preken dat ze nu een bijbelstudie gaan geven en zo. Dus iedere avond heb je wat. Maar dat stoort me niet, want ze hebben dan geen muziek. Onder elkaar praten ze, ik hoor ze niet. Maar zaterdag en zondag, het is niet uit te houden. En hoe laat begint het op de zaterdag? Zaterdag zijn ze om 11 uur begonnen. Maar s'morgens waren ze al bezig met kinderen en zingen en zo. Maar dat stoort me niet. Maar die drum en die, wat is het dan? Als die basbox, als die basgeluiden beginnen. Dan wordt het een hel. Ze horen het daar bij dat autobeding achter me. Die zijn een keertje ook gaan klagen bij de Chinees dat ze zondags niet uit kunnen slapen. Ik ben van de week gaan wandelen. Ik kwam langs Coronado Apartments. Er liep een man daar rond. Ik neem aan dat het een bewaker is. Hij riep me. Hadden we het er zo over? En hij vraagt, komt dat geluid daar vandaan? Ik zeg, ja, daar komt het vandaan. Kijk waar Coronado Apartments ligt. Het ligt niet hier. En u bent er paal naast, dus u krijgt alle. Ja. Alles. Weet je, ik ging begin vroeger weg. Op de zondag ging ik naar mijn nicht, dan bleef ik daar de hele dag. Maar ik kan die auto nu niet meer rijden, mijn ogen gaan achter, ik kan bijna niet meer lezen. Ja. Ik wil geen brokken gaan maken. Ja. En u hebt, hoe lang woont u al zelf hier? Ik ben hier geboren. Geboren en getogen. Dus hier op Casaba Olo zelf? Ja. En altijd in alle rust hier geleefd? Het was een heerlijke. Het was allemaal boerderij hier. Ja, vroeger was hier onze boerderij. Ja. En hoe lang terug is dit begonnen dus? 3 jaar geleden? Dit is al. Hoe lang ben ik al terug? 10 jaar. Het was een staalconstructiebedrijf. Het heeft haar haast het leven gekost, de projectiel op een haar na gemist. Ja, ik stond daar naast het dat huis. Dat was in de doofpot. En dan voelde ik iets zo vtsch, langs me heen vliegen in die muur van die bak daar staat. Toen ben ik gaan klagen, heeft hij aan die arbeiders gezegd, ja ze moeten het afschermen. Vandaar
Daarmee was het gedaan. Toen was het ja, gedaan. Ja, toen kwam er een zandstraal ding. Gewoon in de open lucht. Wel, je kon er geen ramen tegenop zemen. Koken kon je niet meer, want je vrat zand. Het zijn altijd dezelfde die opstaan. Moi dus. Ik ben naar BOG gegaan. Ze hebben het in zo'n boek opgeschreven. En niks veranderd. Ik heb mijn vader, die leefde toen nog, opgepakt. We zijn erheen gegaan. Ze hebben het voor een tweede keer opgeschreven. We konden weg. Niks gebeurd. Ik heb mijn buurvrouw gepakt. Ben erheen gegaan. En je wordt daarna onbeschoft ontvangen. Van ja, als je het één keer doorgeeft, is genoeg. Ik zeg, goed, één keer doorgeven, prima. Maar wat gebeurt ermee? Niets. Ik heb toen naar de grote baas gevraagd. Een zekere meneer Stuart. Van die kregen we gelijk te horen. Ja, Erik Westwood. Oh, dat is een vriend van me. Ik zeg, oh, dus dan mogen ze anderen vermoorden. Toen moest ik bellen als ze weer bezig waren. Ik heb mijn mobieltje gepakt. Ik ben hier komen zitten. Ik zat nog niet en ik heb hem gebeld. Ik zeg, alsjeblieft, join the club. Toen is een wagen van BOG geweest. En dat hebben ze stopgezet. En dit is nu 2-3 jaar bezig. Ik ben een jaar weg geweest. Maar ik ging weg, maar ik kan niet meer rijden. Ik ben bang. Ik wil geen brok maken. Ik heb haar aangeboden er te brengen, hoor. Maar als ik zo op van de zenuwen ben, durf ik ook niet in die auto te stappen. Ik ga brokken maken. En het vermoeden bestaat, want jullie zeggen het geluid is zo luid, dus het vermoeden bestaat dat het niet in een gesloten ruimte gebeurt. Het is helemaal open, het is helemaal open. Die muur heb ik laten optrekken, met mijn laatste paar centjes. Alleen dat ik die, dat gedoe niet kon zien, want die mensen raakten in trance en ze gilden als varkens. Ik kon het niet zien, heb ik die muur getrokken, laten trekken. Dus. Van maandag tot vrijdag zijn jullie dan een beetje in rust, maar zodra het weekend aanbreekt... Woensdag trainen ze, of hoe ze het noemen, ze oefenen. Ja. Maar daar heb je geen last van. Ja. Oh, daarvan heeft hij niet zozeer last. Nee. Maar wat zaterdag en zondag gebeurt? Dat is een hel. Eigenlijk moest iemand hier komen zitten om 10 uur. Ik heb... Zondag voor een week terug heb ik de politie gebeld en die zijn wel geweest. Ik heb ze die telefoon voor ze gehouden en ze hebben het zelf gehoord. Hebben ze opgetreden? Ze hebben gehoord? Ja, ze zijn geweest. Dan hebben ze het een beetje getemperd. De laatste keer dat ze weg was, heb ik ook de politie gebeld. En toen zijn ze bij mij geweest en dat temperen ze het. Toen werd me ook gevraagd, heeft u hier last van? Ik zeg, nee. Hier heb ik geen last van. Maar zodra jullie weg zijn, gaan die knoppen weer open. En welke instanties? U zei de politie, de PG? Ja, de huisarts. Die mij heeft ook overal gelopen, maar... Geen niks. Oplossing, ja. Niks. We weten niet meer wat we moeten doen of waar we naartoe moeten. Ze mogen een kerk houden, maar laat ze het afsluiten, dat niemand last van heeft. En voor de mensen die zich misschien afvragen waar we zijn. Nou, dit is de Kasaba Oloweg. Toch? Heel dicht bewoond. Dus jullie zijn degene die in feite het alles verwoorden. Ja, jullie verwoorden het. Maar ik neem aan dat vele anderen er last van hebben, maar niet durven. Dat autobedrijf, dat afdakkie daar, ze zetten auto-alarmen. Die hebben het gezegd dat ze het daar horen. Coronado, dat is een straat verder. Die horen het. Praten met hem, praten met... Dat hebben we ook geprobeerd. Heel in het begin, voor ik naar Domburg vluchtte. Ik heb bij een vriendin gewoond een jaar lang. Heb ik het geprobeerd, zo haar is middags bezig. Ik loop daar over het terrein. En die vrouw grijpt mijn hand van, ja, laten we bidden. Ik zeg, is dat praten? Ik kom niet om te bidden. Ik wil een oplossing. Bidden doe ik als ik in mijn slaapkamer ben, want ik ben echt niet ongelovig hoor, ook al denkt men dat. Ja, tot wie wilde u zich richten en wat wilde u zeggen? Ik weet niet meer waar ik heen moet.
Is er desnoods een psychiater die me die doktersverklaring kan geven dat ik hier dan bij de politie kan afgeven? Die politie van hier doet niks. Ze doet echt niks. We zijn een paar keer geweest, maar als je 115 belt, die komen wel. En dit is niet ver van de politie, hè? Nee, ja. Die zijn op de hoek. Ja. Ik weet het ook niet meer. Mijn zoon heeft ook overal gelopen. En in het kader van hoor wederhoor zijn we dan ook geweest op het adres aan de Kasaba Olloweg, waar nu de kerk is gevestigd, welke volgens de omliggende buurtbewoners zorgt voor heel veel geluidsoverlast. We hebben aangeklopt, een tijdje gewacht, maar kregen niemand om hierop een reactie te geven.